Welkom, beste kijkers. Wij hebben vandaag op deze zondag, de 27 februari, hebben wij als gast iemand waarvan ik een volle zin moet uitspreken. Wat ze is eindredacteur van het NOS 8 uur journaal. Zeg ik dat goed, Tjitske Spekman? Dat zeg je helemaal goed. Oké. Okay. Ja, zeker. Wat ik straks nog ga vragen, maar nu misschien alvast een heel klein beetje, dat is, ben je het dan niet van al die andere journaals? Ook. Ja hoor, ook. Dat doe ik ook. Oké. Okay. Maar niet alle eindredacteuren tv van de NOS, die doen ook het 8 uur journaal. Dus daar word je voor gekozen en dan mag je dat gaan doen. Dus Okay. Dat zijn er, ik denk nu 5 of 6. Oké. Okay. Dus dat wil zeggen dat jij, zeg maar, 2 keer in de 2 weken of 3 keer in de 2 weken dat doet? Zo ongeveer? Nee, dat doe ik wel 2 keer per week. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. En nou, we komen daar straks uitvoerig over te spreken. Ik mag in ieder geval wel ook alvast vertellen dat in Licht op Leiden, dat weet je misschien, wij eigenlijk altijd mensen uitnodigen die iets met Leiden hebben gehad. Of met de regio hebben gehad of in de toekomst zullen gaan hebben, dat mag ook. Dat wil zeggen dat dat behoorlijk wat mensen zijn. En jij hebt met Leiden behoorlijk wat gehad, want je bent niet in Leiden geboren en getogen, maar wel in de regio. Ik ben wel geboren in Leiden, in het Elisabeth Ziekenhuis, hier om de hoek. Het Elisabeth Ziekenhuis dat deze week ook bij jou zo aardig in het nieuws was? Was dat in het nieuws? Ja, dat is in het nieuws geweest. Niet deze week, maar een maandje geleden ongeveer. Omdat tegenwoordig heet dat het Alreine Ziekenhuis. Oh, maar dat is verhuisd naar Leiden-Dorp. En dat is verhuisd naar... Ja. maar goed. Dit bestaat hier niet meer. Ja, nee. In jouw tijd was dat nog op de Hooigracht. Hè? Ja. En dat is in het nieuws geweest. Overigens, nou, we het er toch over hebben. Heb je moeite om zoiets groot in het nieuws te brengen? Als je dat nou hoort van zo'n dokter die zijn eigen zaad heeft gebruikt bij kunstmatige inseminatie. Waarom zou ik daar moeite mee hebben? Omdat je denkt, nou, is dat niet lastig nieuws? Is dat niet... Nee, ik heb eigenlijk geen problemen met... Kan ik dat aan jong en oud vertellen? Ja. Oké. Ja, en wij zijn wel, en zeker het 8 uur journaal is het, maar ook de andere journaals, wij zijn wel van de grote mensen. Wij zijn niet het jeugdjournaal. Nee. Nee. Dus wij schuwen geen onderwerp. En ik vind dat een belangrijk onderwerp. Want er is heel veel fout gegaan bij verschillende ziekenhuizen als het gaat om spermadonatie. Ja, plaats je dan even in zeg maar de schoenen van je collega van het jeugdjournaal. Kan het daar? Ik denk niet dat ze dat doen, nee. Okay. Omdat het toch wel kinderen zijn die iets ouder is. Die op zoek gaan naar hun ouders. Maar het zou wel kunnen. Oké. Okay. Over de ins en outs van de journalistiek komen we natuurlijk nog uitvoerig te spreken. Eerst hoe het gekomen is. Je zei al, ik ben geboren op de Hooigracht in het Elisabeth Ziekenhuis. Maar je bent getogen in de streek, hè? In de regio. Ja, in eerste instantie Zoeterwoude woonden we. Mm-hmm. En toen zijn we verhuisd naar Leiderdorp. Mm-hmm. En daar hebben we eigenlijk... heel lang gewoond. En je hebt de middelbare school heb je in Leiden doorgebracht? In Leiden en ook de lagere school, want ik heb op de Eerste Leidse Schoolvereniging aan het Noordeinde gezeten. Oké. Okay. Ja. Okay. Dat was altijd een beetje een deftige school, dat toch? Dat was een hele deftige school, opgericht volgens mij door universitaire docenten, hoogleraren. Ja. Want die wilden een school waar... Die dachten, het beste is nog niet goed genoeg voor Precies. onze kinderen. Nou, daar heb ik op gezeten. En Vreselijk strenge school. Hebben je ouders dat bewust gedaan ook? Ja, volgens mij wel. Kwam je uit zo'n soort gezin? Nou, wij kwamen uit een... Mijn vader was hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Leiden. Mm-hmm. En mijn moeder was psychologe en doseerde medische studenten. Mm-hmm. Ook aan de Universiteit van Leiden. Dus ik kom uit een academisch gezin. Ja, en dan is de Eerste Leidse Schoolvereniging wel gepast, mag je zeggen. Ja. Hoe groot was het gezin? Ik ben de jongste van een gezin met 3 kinderen.
Okay. En ik heb een zus, 5 jaar ouder, en een broer, 1,5 jaar ouder. Oké. Ik ken ze, want ze hebben jullie hebben alle 3 op het Agnes gezeten. Ja. Je weet wel, die school waarvan we zeggen, die was zo goed, die kan niet meer nu nog bestaan. Nee. en dat was een hele warme schooltijd ook die je daar hebt gehad. Dat kunnen we er in ieder geval wel van zeggen. Nou, eigenlijk als je kijkt naar mijn lagere school en mijn middelbare school, dan was mijn lagere school was heel streng. Mm-hmm. En daar werd ook geen Leids gesproken. Dus alle Leidse accent wat ik toen had, wat ik echt wel had. Dat werd eruit geslagen. Marijntje krijgt 5 eieren, want mijn ei was echt ei. En het Agnes was natuurlijk vrijheid, blijheid en heerlijk. Ja. Ja. Heb je daar ook een 3 oktober gevoel nog door ontwikkeld? Ja. Heb je nog een 3 oktober gevoel? Nee, dat heb ik niet meer. Nee. Elke keer denk ik, ik moet het weer, want ik heb nu een dochter, die is 14. En die wil ik een keer laten zien wat 3 oktober. En die heeft natuurlijk wel met school op een gegeven moment geschiedenis gehad. Met Leidens ontzet. Ik dacht, ik neem er een keer mee. En elke keer wil ik gaan. En nu dan afgelopen 3 jaar was het natuurlijk corona en toestanden. Dus toen heb ik het niet gedaan. En als het door de week is, we wonen in Amsterdam, dan kan dat niet. Maar ik kom nog een keer met haar zeker 3 oktober vieren. Want dat waren hoogtepunten van het jaar natuurlijk. Als je dochter kijkt, en dat zal ze wel doen, neem je moeder mee in de toekomst naar 3 oktober en sla het nooit meer over. Goed, dat was je jeugd. Wat ben je na de middelbare school gaan doen? Dat is mijn jeugd. Ja, dat is je jeugd. Ja, dat is niet je dochter, maar dat ben jij. Dat ben ik, ja. Want dit is om de hoek in Zoeterwoude waar ik woonde. Ja. En dat was de Haflomanege. En daar heb ik heel wat uren doorgebracht. Okay. Want dieren, dat was stond wel centraal. Okay, ik wilde altijd dierenarts worden, maar dit is het uiteindelijk niet geworden. Okay. Ja. Dan laten we nog wat foto's zien uit, zeg maar, een redelijk ver verleden. Oh, dat is... Leg dat eens uit. Dit is Moskou. Okay. Hier ben ik verslaggever van Radio 1 Journaal, ook NOS, in Moskou. Okay. Dus dat is al een enorme sprong. Dat zijn dus foto's uit zeg maar een aantal stadia van je leven, zo zeker, heet dat. Ja. Het volgende stadium na de middelbare school, dat is dus de opleiding. En dat was in jouw geval? Amsterdam. En ik ben in eerste instantie sociologie gaan studeren. Heb ik 1 jaar gedaan. En daarna communicatiewetenschappen. Mm-hmm. En geen eens met de bedoeling om de journalistiek in te gaan. Maar ik kan zoveel kiezen. Ik wist het eigenlijk niet zo goed. Want dan kom je op een gegeven moment voor een hele andere keuze te staan. Dan ga je dus niet de journalistiek in, maar... Ik ben in eerste instantie, ik wilde heel graag ontwikkelingswerk gaan doen. Eigenlijk in Indonesië, daar had ik tijdens mijn stage, tijdens mijn studie ben ik daar geweest. En ik wilde eigenlijk heel graag terug naar Indonesië en daar in een ontwikkelingssamenwerkingsproject, zoiets dergelijks, daar aan het werk gaan. Sprak je ook een beetje Bahasa al? Ja, ik sprak ook een beetje Bahasa, heb ik toen geleerd daar. Oké. En... Bagus. Ja, Bagus. En toen heb ik werk gekregen bij DAV. Dat is een raadgevend ingenieursbureau. Oh ja. Had daar veel projecten. En daar heb ik 1,5 jaar gewerkt. Dat was in 1985. Toen was in 1992. Toen was het heel lastig om werk te krijgen. Ja. En toen zei ze van kom hier maar 1,5 jaar werken en dan kan je wat ervaring opdoen en misschien kom je dan ergens terecht. Ja. En zo ben ik eigenlijk in Moskou terechtgekomen. Want een collega van mij, die kende, die was getrouwd met Boudewijn Poelman en dat was een van de aandeelhouders van de Moscow Times. Okay. En zij hadden mensen nodig uit Nederland die tegen een stootje konden, die geen namen. Zat ik 1 maand later eigenlijk in Moskou. En wat was nou je functie dan in Moskou? En dan was ik distributie- en marketingmanager voor de Moscow Times. Dus ik heb daar een abonnementenservice opgezet voor de krant. Okay. En dus zat ik meer in het management. Mm-hmm. En Hubert Smeets,
van toen was hij correspondent in Moskou voor het NRC, zei altijd, ik heb mijn krant nog nooit zo op tijd gekregen. Dus dat vond ik altijd ook een van de mooiste complimenten. Ja, 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 ja. Maar daar was ik baas van 52 chauffeurs, Russische chauffeurs. Okay. Ja, okay. Die de krant rondbrachten. Dus toen zat je de distributie voor een deel. En de marketing, ja. De marketing. Dus, ja. Maar later ben je ook toch weer, ook in Moskou, alweer de journalistiek ingegaan? Ja, want op een gegeven moment merkte ik, want ik had allemaal vrienden en die waren eigenlijk, het waren allemaal journalisten. En toen kreeg je op een gegeven moment de beschieting van het Witte Huis. Mm-hmm. En toen ging ik 's avonds mee om te posten. En toen dacht ik van, ik vind dit eigenlijk veel interessanter wat er eigenlijk gaande is in Moskou en in Rusland. Was dat in de tijd van Jeltsin? Dat was in de tijd van Jeltsin, ja, klopt. Ja. Nog voor Poetin? Nog voor Poetin, zeker. Ja. En tot hoe lang ben je daar gebleven? Ik ben daar geweest van 1992 tot 1999. Dus ik heb daar 7 jaar gezeten. Okay. Ja. Maar in 1999 was Poetin toch al wel een baasje, toch? Nee, Poetin was er toen nog niet. Nog niet? Nee, okay. Dus toen ik weg was, toen kwam Poetin aan de macht. Dus je hebt die hele moeilijke tijd gehad dat Rusland zich moest eigenlijk bekeren tot het kapitalisme. En dat ook ten koste van geweldig veel pensioenverlies en vermogensverlies ging. Ja, en veel corruptie. En dat op een gegeven moment was ik daar, want je zag net de foto dat ik... En dat was een mijnwerker aan het interviewen was. Toen waren we naar het zuiden gegaan. Want toen hadden de mijnwerkers iets van 8 maanden geen salaris gekregen. Om daar een verhaal over te maken. Ja. En dan ga je daar naar de burgemeester in dat dorp. En die woont dan in een fantastisch mooie villa met satellieten, televisie. Hm. En de rijkdom alom. En deze mensen hadden al heel lang geen salaris gekregen. Maar op het moment dat je wordt altijd als gast ontvangen. En dan zegt alles op tafel wat ze hebben. En dat was eigenlijk niet zoveel. Wij krijgen eigenlijk alleen maar wit brood met suiker. En boter hadden ze nauwelijks. En dat vond ik op een gegeven moment zo cynisch. Ja. Want dat waren eigenlijk de 90 jaar, waren de moeilijkste jaren van Rusland eigenlijk. Nou, het waren ook hele mooie jaren, want na de repressie van de Sovjet-Unie opende het land. Dus wij hebben nog feest gevierd omdat de anti-homo-wet werd afgeschaft. Ja, ja. Dat was fantastisch. Ja. En er werd natuurlijk ook heel veel, want er waren geen cafés. Dus toen ik kwam in Moskou, toen was er 1 café... waar we als buitenlanders met name elkaar ontmoeten. Ja. En ik weet nog dat het 2e café werd geopend en dat we daarheen gingen. Ja. En op een gegeven moment discotheken. Het was echt een fantastisch nachtleven. Gemengde gevoelens eraan over, want het was daar leuk. Maar het was er ook voor heel veel Russen heel erg een zorgelijke tijd ook wel. Het was een hele zorgelijke tijd voor heel veel Russen. Maar er ontstond heel langzaam een middenstand. Ja. Dus er waren ook jonge Russen die carrière konden maken. Ik vond het pijnlijke dat vaak de kop in werd gedrukt door de maffia. Ja. En door de corruptie. Ja. En dat vond ik heel lastig om te zien. Dat vond ik, ik dacht van, het is zo'n mooi land, zoveel mogelijkheden. En het is heel fijn dat het open gaat, heel goed ook. Maar als je dat jonge enthousiasme de kop inslaat, zo meedogenloos, wat kan er dan van het land worden? Ja, deze maanden leven we natuurlijk een beetje nog steeds in die vraag, hè? Ja, nu gaat het weer terug. Het is al een hele tijd aan teruggaan naar eigenlijk naar een soort een nieuwe variant van wat het was natuurlijk. Ja. Dictatoriaal systeem, Precies. En daar heb jij natuurlijk ook heel veel mee te maken met wat sommige mensen dan toch alweer een nieuwe koude oorlog noemen. Dat is een nieuwe koude oorlog, denk ik, ja. Ja. Ik hoop niet dat die heet wordt. Nee, dat hopen we. Nee, zeker zegt dat wel. Je bent daarna, ben je weer zomaar teruggegaan naar Nederland? Of heb je kreeg je een aanbieding? Ik ben wel zomaar... Ik had het... Op een gegeven moment vond ik het heel zwaar. Het was heel leuk. Ik had heel veel leuke vrienden, leuke Russische vrienden.
Maar ik vond op een gegeven moment die corruptie en de verhalen die hij aan het maken was, elke keer dat cynisme over de rijkdom en de ontzettende armoede, de gepensioneerden die toen ook niet goed betaald werden en die op straat aan het bedelen waren. En de politiemannen die elke keer op dezelfde straathoek aanhielden, terwijl je niks fout had gedaan. En die zei van, je moet zoveel betalen. Ik kon dat op een gegeven moment, vond ik dat lastig. En toen dacht ik, het is ook wel weer tijd om terug te gaan. En toen sprak ik een vriend van mij, Dirk-Jan Roeleven, ook een Leienaar. En die zei, je moet naar AT5. Je moet bij AT5 gaan solliciteren als je teruggaat. En dat heb ik toen gedaan. Ja, Dirk-Jan Roeleven hebben we ook niet zo lang geleden nog weer hier gesproken. Ja. Over zijn reis van de boswachter terug naar Japan. En die heeft je dat, maar heeft je niet die baan bezorgd in Amsterdam. Dat moet je zelf achterheen. Nee, ja, dat moest ik zelf. Maar toen dat was een als je van correspondent. Zij waren heel blij met de ervaring die ik had. Ja. Dus ik had eigenlijk... Je werd als een verrijking binnengehaald. Ja. Zo mag je het niet zelf zeggen, maar zo was het ja, wel. Ja, dat was wel een beetje zo. Ja, ja. En daar heb je jaren gezeten. Heb ik 8 jaar gezeten, ja. In de Republiek Amsterdam, zeggen we dan toch? Jazeker, ja. Is dat het nou echt? Republiek Amsterdam, ik denk dat het steeds minder de Republiek Amsterdam is. Maar het had er wel iets republikeins natuurlijk. Ja, maar ik bedoel dat ze zich toch nog een beetje wat onafhankelijk opstellen van de rest van Nederland. Ik vind en dat ons minder ook dat zo. Gevoel geven. Ja, ik vind het minder zo. Het wordt, okay. Zo langzamerhand wordt het natuurlijk echt wel heel rijk. Ja. Zo langzamerhand komt de arm steeds minder aan bod. Mm-hmm. En het is minder creatief dan vroeger, vind ik. Oké. Maar goed, dat komt misschien ook omdat jij daar weggegaan bent. Want uiteindelijk ben je natuurlijk later overgestapt van AT5 naadloos naar de NOS. Ja, over dat creatieve bedoel ik niet de AT5. Want AT5 was natuurlijk, ik bedoel dan meer Amsterdam. Ja. Maar AT5, dat is nog steeds, ik denk, een hele goede leerschool voor welke journalist dan ook. Ja. Want daar leer je echt het handwerk. Maar dat zie je dan ook, dat heel veel mensen van AT5 later weer... Ja. Ja, mijn eigen nichtje Liesbeth Staats bijvoorbeeld heeft die overstap gemaakt. Dirk-Jan, hoe lever jij en nogal wat mensen, hè? Nou, Dirk-Jan heeft er nooit gewerkt volgens mij. Nee. Maar Liesbeth Staats wel, die heeft natuurlijk ook daar carrière gemaakt. Ja. En dan vervolgens kom je dan bij de NOS. En hoe kom je dan bij zo'n 8 uur journaal? Nou, ook weer via AT5 mensen, Jeroen Wollaars werkte toen al bij de NOS. Mm-hmm. En die belde mij op een gegeven moment op en die zei, je moet even solliciteren, want ze vragen hier eindredacteuren. Mm-hmm. En dat is echt iets voor jou. En dat was toen een sollicitatie voor het eindredactie van het 8 uur journaal. En toen zei ik van, maar ik weet niet of ik dat wel kan. En toen zei hij, nee, gewoon doen, komt helemaal goed. En hij had er helemaal geen zeggenschap over. Dus ik zat wel voor een enorme groep mensen. En dan moest ik vertellen waarom ik vond dat ik dat wel zou kunnen. En uiteindelijk ben ik niet begonnen, want je begint nooit eigenlijk, zeker niet van buiten, op het 8 uur journaal. Mm-hmm. Dus ik ben gewoon begonnen met de ochtendjournaals en de dagjournaals en het 6 uur journaal. En ook 10 hadden we toen nog en laat. Mm-hmm. En na een jaar of 5 of 6 werd ik gevraagd voor het 8 uur journaal. Oké. We laten er een paar foto's van zien. Dan moet jij het maar uitleggen. Ja, dit is het 8 uur bureau eigenlijk, de desk. Dat waar ik zit, dat is dus de eindredactieplek. Naast mij zit Anne Gien natuurlijk. Iedereen bekend. Ja, iedereen kent Anne Gien, zeker. En aan dit bureau zitten de regisseur. Daarnaast zit, en dat is de regieassistente Ellen. Dat is Willemijn. Die kent ook Hubert. Die kent ook iedereen. Ja. En dit is eigenlijk het ploegje waarmee je het doet. Want je bent, ik en Annegien zijn er voor de inhoud. Dus wij schrijven samen de teksten. Ik bepaal natuurlijk al vanaf 's morgens vroeg ben ik bezig met welke onderwerpen hebben we. En dat zet ik allemaal in mijn draaiboek. En dan
bedenk ik ook een volgorde. En dat verandert in de loop van de dag, verandert dat nogal. Wie beslist er over wat er in zo'n uitzending komt? Ik. Dat doe ja. jij? Ja, dat is, okay. dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, okay. zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar de teksten schrijf ik samen met Annegien. En wij overleggen natuurlijk heel veel. Van, soms zegt Annegien van dat derde onderwerp. Is dat eigenlijk geen... Moeten we daar niet mee openen? Of ik denk dat we dat onderwerp iets moeten laten zakken. Of, dus je hebt wel degelijk heb je daar gesprekken over. Ja. Dus met haar ben ik echt... Of met Rob Tripp natuurlijk. Daar zorg ik voor de inhoud. En... Aan dit bureau, die staat er niet op de foto. Dat is de regisseur. En die bepaalt samen met de regieassistenten hoe het eruit ziet. Oké. Okay. Ja. Okay. En dat, daar zit de weervrouw natuurlijk. Ja. En of de weerman, die zit daar in het hoekje. Ja. Ja. En die gaan, de presentator en de weerman of weervrouw hebben na afloop altijd nog even een gesprekje met elkaar. Praten ze dan echt met elkaar? Of, echt met elkaar. Oké. Okay. Ja, maar ik zou niet weten waar ze het over hebben, want dat hoor ik ook nooit. Want ik zit dan in de regie en niet in de studio. Dus, okay. Maar ja, kijk, we zijn natuurlijk collega's. Dus ik denk dat het vaak over iets van de uitzending gaat. Ja. Of ja, zoiets. Oké. Okay. Nog even een hele ordinaire vraag. Is dit nou in Hilversum of in Den Haag? Nee, dit is in Hilversum. Ja. Oké. Okay. Kijk, daar zie je de bossen journaal... van Hilversum. Oké, okay, het journaal zit nog altijd in Hilversum. Ja, helaas wel. Okay. Ja. En waarom zeg jij dat? Ja, ik vind dat heel jammer. Ja, ik vind gewoon eigenlijk dat ze in Amsterdam moeten zitten. Ja, dat meen je echt? Ja, dat meen ik echt. Ja. Nou ja, dat meen ik echt. Nee, misschien is het wel goed dat we daar niet zitten, omdat je dan zit je centraler. Dus hebben we ook werknemers vanuit het hele land. Omdat Amsterdam het kloppende hart van Nederland is? Nou ja, ik heb natuurlijk altijd met mijn fietsje ben ik naar AT5 gefietst. Ja, dus ik precies. vond het heel jammer dat ik een end met de trein moest. Ja. Meestal ga ik met de trein, soms met de auto als het niet anders kan. Zou er ook geen stemmen op gaan die zeggen, nou, dichter bij de politiek, dan moet het maar in Den Haag? Nee, ik denk dat... Gaat het daar wel eens over? Nee, het gaat eigenlijk nooit over. Okay, want Hilversum is vanzelfsprekend. Nou ja, het is natuurlijk voor alle verslaggevers is het heel handig. Ja. En ook, we hebben mensen in Zwolle wonen, zelfs in Friesland, in het zuiden van het land. Allemaal naar de bubbel dus in die dan Hilversum. Zit je het meest centraal. Ja, oké. Okay. Ja. We laten nog eens wat zien. Ja, hier zit ik in de regie. Ja. Hiervoor zit rechts, dat is weer Ellen, en dan zit daar de regisseur. En dit zijn de afkijkschermen, dus we zien de uitzending en we zien de verschillende camera's. Ja. Het ziet er indrukwekkend uit. Ja, dit is een uitzending van Feiten en Fabels met vragen van kijkers. Die beantwoord werden door virologen en deskundigen. Nou, hebben we ook nog een foto gestolen van jouw Instagram. Een privéfoto. En die willen we ook graag laten zien. Dit is met jou, een van jouw beste vriendinnen, heb ik begrepen. Een goede vriendin, ja. Een goede vriendin, precies. En ik zou dit plaatje eigenlijk willen noemen. Jammer, weer geen gaatjes, zei de tandarts teleurgesteld. Maar prachtig. Dit is een Astrid. Begrijp je zo'n overstap van Astrid van het journaalpresentatie waar... Hoeveel mensen kijken er naar het journaal? 2 miljoen? 2 miljoen. 2 miljoen. Ja, ja. Naar 3 miljoen, ja. Naar de radio. Ja, dat begrijp ik heel goed. Want? Ja. Astrid deed heel vaak... of ze deed op zaterdag vaak het 8 uur journaal. Ja. Maar heeft het tegen, want zij heeft op een gegeven moment wilde ze dat graag. En toen is Annegien het geworden. Mm-hmm. En dat vond zij heel jammer. Mm-hmm. En ze vond tv een hele tijd ontzettend leuk om te doen. Mm-hmm. En het is ook heel leuk om te doen. Maar het is natuurlijk heel erg gescript. Ja. Dus je bedenkt van tevoren de teksten, daar kan je over nadenken. En als presentator heb je eigenlijk veel minder vrijheid. Ja. En bij de radio is die vrijheid en met name ook... Ze maakte ons vrolijk wakker gewoon iedere ochtend, hè? Ja. En het is dan natuurlijk hartstikke leuk om elke keer een goede gesprekken neer te zetten. Ze heeft ook meningen.
Ja, nou ja, meningen. Ik hoop niet dat ze die ventileert, want dat is niet de bedoeling. Nou ja, ze heeft vragen op grond waarvan mensen hun mening kunnen gaan Nou, maar dat is wel de bedoeling. Ja, precies. Ja, precies, ja, gaan vormen. Nee, ja, daarom. Ja. Dus je begrijpt die overstap En wel. Je mag best de Astrid er doorheen zien. Ja. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. We hebben nog iemand waar we hem ook echt doorheen zien. Dat is, nou, laten de mensen maar kijken. We hebben een filmpje. En dit is Ron Frezen. Die staat hier op het dak. Het bekende dak, hè? 8-uur dak noemen we dat, hè? Bij het journaal, hè, Tjits? Ja, dat noemen we het 8-uur dak. Hier sta jij elke, nou ja, 8 uur, 6 uur heel journaal. Vaak. Nee, 6 uur niet, alleen 8 uur. Dit is wel exclusief voor het 8-uur journaal. Oké. Okay. Ja. En wat zien we dan voor torens er allemaal achter je? Dat zijn de ministeries, over het algemeen. Dus dat is waar de besluiten worden genomen. Je ziet hier op de voorgrond de Tweede Kamer. Althans, dat is nu natuurlijk niet in gebruik, hè. Wordt verbouwd. En je ziet als je een stukje die kant op kijkt, zie je ook de Ridderzaal. Ja. Het dak van de Ridderzaal. Maar dit is dus een hele mooie plek. Weliswaar met een wankele tegel waar je dan altijd op staat. Maar goed, het is een kwestie van wennen. En dan sta je mooi in het bestuurlijke politieke centrum van Den Haag. En dan moet ik altijd oppassen dat ik het niet te lang maak, want dan wordt Tjitske Spekman boos. Zo, dus jij bent zo streng zo te horen, want als hij over zijn tijd heen gaat, dan krijgt hij billenkoek van jou. Nou, dat is ook maar een grapje van Ron natuurlijk. Ja. Nee, zo streng ben ik niet. Maar ja, het is wel een discussie soms de tijd. Dus ik moet natuurlijk zo'n heel programma maken. Ik moet 25 minuten maken. En als je iets afspreekt en het loopt heel erg uit. Maar het gaat eigenlijk nooit over de tijd. En ze willen allemaal natuurlijk... Precies, ze willen allemaal langer. Zich breed maken. Ja, precies. Ja, maar het gaat bijna nooit over de tijd. Het gaat meestal over de inhoud. Gaat het weer een beetje met Ron? Ron heeft prostaatkanker. Jullie wisten dat wel, neem ik aan. Ja, wij wisten dat. Okay. Jazeker. Hij heeft het zelf onlangs bekendgemaakt. Ja. Hij heeft daar ongelooflijk veel reacties op gekregen. Ja, ja. Nou, daar is hij een beetje van geschrokken, want het leek net alsof hij... in ieder geval terminaal was. Ja. Nu al. Precies. En iedereen is terminaal. Hij wordt natuurlijk gewoon nog behandeld. Ja. Het is niet meer te genezen. Nee. Of tenminste, nu niet. Nee. Maar hij hoopt het nog wel een tijdje vol te houden. Nou, zeker. 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 Precies. Misschien wordt hij geen 90, maar... Nee. Wie wel. Ja. Nee, dan denk ik dat je als redacteur, als ik zo zie hoe jullie met elkaar omgaan, dat het ook een hele leuke ploeg is. Het is een hele leuke ploeg. Ja. 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 Hebben jullie ook buiten het werk ook nog wel wat met elkaar? Ja, zeker. Ik ga wel met verschillende clubjes uit eten. Ja. Maar we gaan... bijvoorbeeld in Den Haag ben ik ook regelmatig. En dan gaan we ook even met Ron even lunchen. En dan gaat het natuurlijk... Het gaat meestal over het werk. Tuurlijk. Of over onderwerpen die belangrijk zijn. Ja. We hebben ook... het is heel gezellig. En het nieuws interesseert jullie ook echt, hè? Ja, precies. Ja. Het is niet alleen maar werk. Nee, totaal niet. Okay. Kijk, ik ben daar ook in het weekend mee bezig. En als ik niet hoef te werken... En ik denk dat iedereen dat heeft. Je hebt een bovengemiddeld interesse. Ja, natuurlijk. Het is gewoon eigenlijk een hobby ook. Blijf je dat doen tot het einde van je werkzame leven? Ik denk het. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik echt iets anders ga doen. Wat nog leuker is. Nee, dit is echt... En zeker het 8-uur journaal is een van de leukste... Denk ik, leukste banen die je kan hebben. Ja. En met 2, soms 3 miljoen kijkers hoef je niet te mopperen. Nee, zeker niet. Nee. Ik dank je wel voor dit geweldig leuke gesprek. En het is ook het feit dat we na 20 jaar de kennisneming weer hebben hernieuwd. Ja. Zo ongeveer. Ik wens je nog heel veel succes. Dank je wel. En ik kan ook aankondigen dat volgende week Hans Blom de gast is... Van Rens Heruwer. En nou zegt u Hans Blom, ja, dat was toch inderdaad oud-directeur van het NIOD. En de onderzoeker onder andere over Srebrenica. Dus gaat u kijken, want ook dat wordt zeer interessant. We bedanken u voor uw aandacht en jou natuurlijk vooral voor dit gesprek. Dankjewel. Dankjewel, Tjitske.